Goedenavond. De Nederlander Mathieu van der Poel en onze landgenoot Wout van Aert hebben niet teleurgesteld op het WK veldrijden. Het werd een tweestrijd met heel wat spannende ingrediënten. Toch in de eerste helft van de koers. Want na een lekke band voor Wout van Aert stond er geen maat meer op van der Poel. Hij pakt in Oostende zijn vierde wereldtitel. De twee topfavorieten rijden al in de eerste ronde samen weg. En van Aert kan dan net wat langer op de fiets blijven, zo heeft hij een klein gaatje. Van der Poel maakt ook nog een kleine slipper. De Nederlander al snel onder druk. En onder druk maak je fouten. Van der Poel met een stevige valpartij. Van Aert profiteert. Maar echt groot is de voorsprong niet. En plots is Van der Poel bij Van Aert. Onze landgenoot is lek gereden. De rollen zijn nu helemaal omgekeerd. Toch komt Van Aert nog eens terug. Halfkoers zit hij weer bijna in het wiel. Maar hij moet net iets sneller van de fiets en de veer is gebroken. Ik ben een beetje teleurgesteld in mezelf. Ik heb niet teruggevochten zoals ik normaal altijd kan. De moraal zat in mijn schoenen daarna. Zo is Van der Poel al vrij snel zegenzeker. Hij behaalt zijn vierde wereldtitel. Terecht heb ik geluk dat Wout lek rijdt om terug te komen. Op dat moment was de wedstrijd zeker nog niet verloren. Ik had eigenlijk het gevoel dat ik ronde per ronde beter werd en dat ik het parcours beter en beter onder de knie kreeg. En de tweede helft van de wedstrijd had ik wel het gevoel dat ik de controle had. Aan de drie grote treinstations in Brussel, Noord, Zuid en Centraal, zijn vandaag 500 mensen tijdelijk opgepakt die wilden betogen. Agenten van de lokale en federale politie waren de hele dag massaal op post, omdat er via sociale media was opgeroepen om te manifesteren tegen de coronamaatregelen. Maar betogen is momenteel verboden. Tientallen agenten wachten betogers op in het Centraal Station. Wie er verdacht uitziet, wordt gecontroleerd. Bij sommige mensen worden voorwerpen gevonden die erop wijzen dat ze naar Brussel gekomen zijn om te betogen. Ze worden opgepakt en afgevoerd. Buiten, voor het station, slaagt een groepje manifestanten er toch in om samen te komen. Ze zijn hier omdat ze tegen de coronamaatregelen zijn. We zijn al een jaar eigenlijk helemaal van onze vrijheid ontnomen. Ik heb twee kinderen, 18 en 21, dus dat zit dag en nacht thuis chatten. Mijn dochter deed hogeschool, die is dat gestopt. Mijn zoon is te werk. Iedereen eigenlijk verliest alles. De politie is massaal aanwezig. Uit het hele land zijn agenten opgetrommeld. Ze drijven de manifestanten samen in kleinere groepjes in de straten rond het Centraal Station. Ze krijgen een uur de tijd om zich te laten registreren en naar huis te gaan. Wie dat niet doet, wordt opgepakt. Ook in andere Brusselse stations worden mensen bestuurlijk aangehouden. Ze riskeren allemaal een gasboete. In heel wat kasten van Vlaamse gezinnen ligt er een voucher voor een reis te wachten op gebruik. Maar omdat die voorlopig niet gebruikt kunnen worden, kan de reissector in de problemen komen als reizigers hun voucher willen inruilen voor geld. Maar daar is nu een oplossing voor in de maak. De overheid werkt aan een systeem van renteloze leningen voor de reisbureaus. Vorig jaar zijn meer dan 200.000 vouchers uitgedeeld aan mensen die hun reis moesten annuleren door de coronacrisis. Om de reissector te behoeden voor financiële problemen, kan een renteloze lening en door de crisisperiode helpen. Dat zou zijn in de vorm van een lening die de overheid geeft aan die coronavoucherbank. En die moet dan terugbetaald worden over een aantal jaren, wanneer de sector terugbloeit en wanneer zij ook zelf al die tegoeden hebben teruggekregen. Het overlegcomité, dat zijn alle regeringen van ons land, beslist vrijdag of de contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten op 13 februari opnieuw open kunnen gaan. Maar premier Alexander De Croo wilde daar vanmorgen in de zevende dag nog niks over zeggen, omdat de toestand complex is. Het aantal besmettingen stijgt licht, maar de ziekenhuisopnames dalen dan weer. Maar wat de beslissing ook wordt, ze zal definitief zijn, zei de premier. Als we de kappers en de anderen openen, ja, dan openen we ze voor goed. En we gaan niet, zoals wat we in andere landen gezien hebben, in een soort jojo-beweging terechtkomen. Van horeca en weer sluiten. In Rusland zijn opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen om de vrijlating te eisen van oppositiepoliticus Alexei Navalny. De politie was overal massaal aanwezig en arresteerde meer dan 4000 betogers. Ook de vrouw van Navalny en meer dan 80 journalisten zijn door de politie opgepakt. De betogingen waren vooraf verboden, officieel omdat ze in strijd zijn met de coronamaatregelen.
Het ging er vandaag in de straten van Rusland geregeld hard aan toe, zoals hier in Sint-Petersburg. Maar toch zijn de Russen weer massaal op straat gekomen. Совершенно ничего не делает из страны. Мы все понимаем прекрасно. Все его слова и как бы они расходятся не делают. In Moskou proberen de betogers naar de gevangenis te gaan, waar Navalny opgesloten zit. Maar de politie was er zoals overal in de stad massaal aanwezig. Alleen in Moskou werden meer dan 1000 mensen gearresteerd, onder wie ook de vrouw van Navalny. Het is het tweede weekend dat in heel Rusland massaal wordt betoogd. In Jakutsk zelfs bij min 42 graden. Maar ook daar pakte de politie tientallen demonstranten op. In Vladivostok dansten betogers op het ijs. De betogingen waren officieel niet toegelaten door de coronamaatregelen. Maar het is duidelijk dat het Kremlin vooral veel angst heeft dat de groeiende onvrede in Rusland over corruptie en een slabbakkende economie zal leiden tot een straatrevolutie. KV Kortrijk heeft enkele maanden vroeger dan gepland afscheid genomen van coach Yves Van der Hagen. Van der Hagen moet opstappen door de tegenvallende resultaten. 1 op 15 en een 14e plaats in het klassement. Kortrijk heeft meteen ook al een opvolger bekendgemaakt. Het is de Sloveen Luka Elsner. Hij krijgt meteen een contract voor 3,5 jaar. Elsner was in het verleden al coach van de leider in 1B, Union uit Brussel. En vanaf morgen mogen jongeren weer buiten sporten en spelen in groepjes van maximaal 10. En heel wat clubs bereiden zich daar nu al op voor. In het Journaal van 7 gaan we langs bij een turnclub uit Landegem bij Deinze. En of ze er daar klaar voor zijn, ziet u straks bij Goedele. Fijne avond.